De spaar- en kredietcoöperatie De Schakel herdenkt vandaag haar 50-jarig bestaan. De coöperatie werd op 2 februari 1972 opgericht. Bestuurslid Iwan Poerske liet het ontstaan van De Schakel de revue passeren. Hij geeft aan dat het na de oorlog in Vietnam een hele onstuimige periode was. Arme landen vochten voor zelfstandigheid omdat zij de koloniale periode achter zich wilden laten. Duidelijk voltrekt zich een groei van het coöperatiewezen, met name in de ontwikkelingslanden. En men zag daarin een alternatieve weg voor de ontwikkeling om naar zelfstandigheid te gaan. Dezezelfde periode wordt getypeerd door de Koude Oorlog, de strijd tussen wat we noemen de westerse democratie en het communisme, socialisme. En de derde wereld wilde niet per se kiezen en zocht een alternatieve weg. En de coöperatiewezen bood hen de mogelijkheden om te zoeken naar die mogelijkheden. Vele soorten coöperaties zijn in die jaren ontstaan. Landbouwcoöperaties, productiecoöperaties, spaar- en kredietcoöperaties, consumentencoöperaties, vooral in Zuid-Amerika. Open en gesloten coöperaties. Van alles werd er geprobeerd om inderdaad naar die zelfstandigheid en naar die groei in die ontwikkelingslanden te kunnen geraken. De spaar- en kredietcoöperatie De Schakel heeft haar dienstverlening aan de gemeenschap 50 jaar volgehouden en dat komt neer op 2 generaties. Poerske zegt dat de coöperatie daar trots op is. Er zijn nog maar weinig organisaties, niet alleen in Suriname, maar over de hele wereld, die deze leeftijd kunnen volmaken. Wij behoren tot die groep. Vandaag zijn er niet zoveel coöperaties meer in ons land. En er zijn redenen daartoe. Maar we hebben wel degelijk bewezen dat er een nut is en dat de leden zeg maar blij zijn met zo'n organisatie waar zij lid van zijn. Wij zijn blij en dankbaar dat de kredietcoöperatie tot de sterken behoort en wij nog de enige open spaar- en kredietcoöperatie in dit land zijn om onze diensten aan de gemeenschap te geven. Dat is dus Poerske. En de spaar- en kredietcoöperatie De Schakel richt zich op kleine spaarders. Deze kunnen dan toegang krijgen tot de kredieten die ze nodig hebben.